Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. De maand juni is voorbij, tijd om even terug te blikken. En juni was weer te warm. Normaal is het 15,6 graden, de gemiddelde temperatuur over de hele maand. En nu kwamen we uit op 16,3. Verder was de maand in de beeld in elk geval aan de droge kant. Maar de regionale verschillen waren wel groot. En de zon schijnt ook wat vaker dan gebruikelijk. We kunnen ook kijken naar het eerste half jaar. En dat was toch wel behoorlijk extreem. Twee graden te warm was het eerste half jaar van 2014. En alleen in 2017. Is het nog warmer geweest? Wil je nou meer weten over het verleden weer, ga dan naar onze app of naar de site en kijk bij weer in het nieuws. Wij gaan kijken naar de het weer van vandaag, met buien die van noordwest naar zuidoost over het land trokken. Heel voorzichtig zien we in de animatie dat de meeste buien toch al wat minder actief worden en dat ze verder opschuiven in oostelijke richting. Dat het in het noorden en westen al droog begint te worden. Dat kunnen we ook zien op de satellietfoto dat de bewolking zich met name boven het binnenland bevond en dat we in de kustgebieden toch langzaam maar Zeker al meer opklaringen zagen ontstaan. Het proces zet voort en dat betekent dat het vanavond steeds meer begint op te klaren. Het is dan in elk geval ook droog en de temperaturen dalen al naar een graad of 14. In de nacht wordt het heel fris, 8 graden. Dat is echt koud voor de eerste nacht van juli. En eh, alleen in de kustgebieden is het wat warmer. Het kan ook wat nevelig worden of er ontstaat zelfs een enkele mistbank. Dan gaan we naar morgen met wisselend weer, zon vooral in de kustgebieden, in het binnenland ook stapelwolken, en in het noordoosten van het land misschien nog een enkel buitje. Maar verder blijft het op de meeste plaatsen droog. En dat droge weer hebben we ook de volgende dagen. De woensdag en de donderdag. Met woensdagtemperaturen tussen 19 en 22 graden. Donderdag wordt het op een enkele plek al 25 graden. En vrijdag gaan we daar zelfs overheen. Vrijdag in het zuidoosten misschien een eerste regen of onweersbui. En wat doet de temperatuur dan de dagen daarna? Die gaat helaas wel weer wat omlaag. Uh, lijkt later in de periode wel weer wat op te lopen, maar dan zien we ook dat de onzekerheid groter wordt. En die daling van temperatuur gaat ook samen met een toenemende kans op regen en onweersbuien in het weekeinde. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.